Ik ga eventjes de opening maken. Mm-hmm. Of wil je van tevoren nog iets zeggen? Nee, niet Oké. per se. Nee. Goed zo, goed zo. We gaan zo dadelijk beginnen aan mijn meest favoriete Bijbelboek. Matteüs 7. Prachtig vind ik dat, hè? We gaan ervan genieten. En ik ga nu de opening doen. Nog eventjes via Skype. Je mag, misschien is dat goed dat je meekijkt met het scherm. Ik doe even delen scherm. Ja, doe maar. Dan kan je ook zien waar ik ben. Ja, kan jij mijn scherm zien? Ja. Mooi. En dan kan je dus even, want ik heb hem klaargezet. Hè? Mm-hmm. Ik heb het voorbereid. Dus, hè? Dit kan jij zien, hè? Ja. Jeppa. Mooi zo. Nou, dan ga ik nu de opening doen. Mm-hmm. Ik zwijg dat je mij aanspreekt. Jeppa. Dit is een nieuwsuitzending. En wij gaan, dus Jurk Gliesman en ik. En negeer die man niet. Net zo min als mij. Wij gaan Bijbel lezen. Dat klinkt saai. En we doen het toch. Wij hebben Jurk Gliesman, Herr Jurk Gliesman en ik. Wij hebben Matteüs 6 helemaal gefileerd. Dus daar is geen discussie meer over mogelijk. Maar gelukkig hebben we ook nog hoofdstuk 7 van Matteüs. Dat is een evangelie. En Jurk Gliesman weet verhipt dus veel van hoe de Bijbel in elkaar zit. En nu is het welkom, een hartelijk welkom aan Herr Jurk Gliesman. Dag Perry, bedankt voor de uitnodiging. Ja, is ook wel nodig, hè? Voor al die dommelingen die de Bijbel niet lezen. Oh ja, maar ja. Wat kun je daaraan doen? Nou, ik denk zelf dat degene die de Bijbel niet willen lezen, die kan je de Bijbel voorlezen. Oh ja, dat kun je doen. Krijgen ze ja. In ieder geval nog iets binnen. Ja. Nou ja, kijk, ja. Uiteindelijk is het onze Vader die kiest. Hè. I know. En sommigen zijn geschapen voor de redding. En sommigen zijn geschapen voor de verdoemenis. En daar gaan wij niet aan veranderen. Dat is al van begin af aan zo geweest. Nee, het is wel zo dat er heel veel kinderen zijn die zijn op zoek naar de redding. Ja, dat is waar. En waar, waar vind je die dan? Nou, dat in is onze stem of zo. Ja, ja, en wij lezen het woord van God. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Maar de mens kiest van zich uit niet naar God te zoeken. Ja? Wij denken dat wel. Hè? Er zijn veel mensen die denken van, oh, ik heb Jezus gevonden. Ja. Nou, als dat zo is, dan heeft Jezus jou gevonden. En jij hebt alleen eindelijk eens een keer de ogen opengemaakt. En je hebt eindelijk eens een keer de deur geopend, dat hij daar urenlang stond buiten te kloppen. Ja, ik heb nu een fout gemaakt, Jurk. Ja? Ik heb nog niet op de opnameknop gedrukt. Ah, maar ik denk dat mijn opname al loopt, dus daar kun je dan erbij snijden als je wilt. Hè? Ja, oké, okay, ik ga hem toch even overnieuw doen. Hoor. Of gebruiken we die van jou? Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Ja, die van mij loopt, hè? Ja, zullen we het gewoon zo doen? Dat denk jij gewoon de audio opneemt? Ik denk dat die van mij loopt, laat me eens even gaan kijken. Niet dat ik iets verkeerd zeg. Ik ga eventjes de opening maken. Ja, die loopt. Oké, okay, nou dan ga ik nu de opening doen. Daarmee. Mm-hmm. Laten we beginnen met Matteüs 7. Mm-hmm. Maar ik wilde graag nog iets zeggen. Eerste vers. Dan mag je over het eerste vers kunnen we een uur praten. Ik wilde eerst nog iets zeggen als inleiding, omdat je daar juist gezegd heeft van dat ik bij wijze van spreken veel van de Bijbel ken. Mm-hmm. Ik heb En dat geef ik eerlijk toe, ik heb daar geen probleem mee. Ik heb tot de dag op vandaag de Bijbel nog niet eens compleet gelezen. Mm-hmm. Ja? Ik zit in het Oude Testament, zoals we dat noemen. Daar moet ik in mm-hmm. Deuteronomie 15 of zo nog een keer verder doen. Ik heb vroeger al eens een keer gelezen tot het eerste boek van Samuel. Daar ben ik terug opnieuw begonnen.
En in het Nieuwe Testament ben ik in mijn Bijbelstudie, die ik elke week doe, met Tom Fress en Brett Norman, aan de eerste brief van de Korintiërs, Kapitel 10, hebben we nu afgesloten, gisteren. Dus ik wil maar zeggen van, je moet mij niet verkopen als iemand die geleerd is in de Bijbel. Maar dat beetje wat ik daarvan ken, dat versta ik redelijk goed. En gelukkig kan ik maar dat zeggen... Dat wil ik maar zeggen. Jij kent de Bijbel op een goede manier. En daar, ik wil niet zeggen dat jij iedere syllabel kent of zo. nee, zeker niet. Maar jij kent de Bijbel op een goede manier. Ja, maar ik wil dat gewoon graag duidelijk maken voor de luisteraars. Dat zij dat ook zeggen. Ik zet me hier zeker... Ik ben zeker geen Bijbelscholar ook. Nee, jij bent geen fariseer of schriftgeleerde. Daar gaat het niet om. Nee, ik ben ook niemand die bij wijze van spreken zegt van ik leer u de Bijbel en ik ga u dat interpreteren. Ik kan alleen maar zeggen van zo en zo versta ik die dingen van de Bijbel, omdat de Heilige Geest mij dat zo ingeeft. Want dat is belangrijk, als je de Bijbel leest, dat je dat doet met het verstand wat de Heilige Geest u ingeeft. Want die leidt ons in alle waarheid, zo heeft Jezus ons beloofd. Ja. En dat is ook zo. Maar daarvoor moet je eerst en vooral de juiste Bijbel hebben. We hebben hier de King James. Ja, daar is hem weer. Daar is hem weer, hè. Jack out the box, hè. Ik ben diegene die popt daar altijd op en komt altijd met dezelfde spreuk. Hebt hij ook de juiste Bijbel gekozen? Ja, hopelijk, hè. Want als niet, dan gaat die Bijbel zich u nooit niet openbaren gelijk dat het moet. Ja? Nu, dat is nu het tweede kapitel dat wij lezen uit het Nieuwe Testament. Oké? Okay? De nieuwe... hoe zegt men dat zo schoon? In Engels heet dat The New Covenant. Oké? Okay? Ja. Daar gaat het over. Dat is het Nieuwe Testament. Nu, waarom zeg ik dat? Wel, omdat elke keer als je de Bijbel opendoet en je leest in het Nieuwe Testament het evangelie van ofwel van Matthäus of van Mark of Marcus, of hoe noemt die in Nederlands? Marcus. Marcus, ja. In Duits ook Marcus. In Engels ja gewoon Mark. Van Lucas en van Johannes, of hoe noemt die? Ja? Die gaan we ook nog doen. Ja, maar... Johannes is een heel mooi evangelie. Ja, ten punt die ik wil maken, is dat je moet beseffen, elke keer als je een van deze vier evangelieën leest, dan leest jij de vervulling, de voldoening, de completion, zoals men in Engels zegt, ik weet dat ik een goed Vlaams vervulling. Vervulling op zijn Nederlands. Van de 70ste week van Daniels profetie in Daniel 9, Daniel kapitel 9, verse 24 tot 27. Die 70ste week van Daniel is het evangelium van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Het kan niet anders zijn. Nee. Ik stond er ook verbaasd van dat in het Oude Testament voorspeld was dat Christus Jezus zou komen. Het staat in het boek Daniel. In honderden profetieën. Ja. Maar Daniel 9 is de meest precieze en zegt u op de dag precies wanneer hij komt. En hij zegt u op de dag precies wanneer dat Jezus geboren is ook. Het stond allemaal vast. Christus Jezus heeft gezegd, er is een aarde, jullie leven daarop en jullie zachtmoedigen zijn de erfgenamen. Dus laat je niets aanleunen door holocausten of 9-11's of 7-7's. Je luistert maar gewoon naar mij, want jullie zijn de erfgenamen voor zover je zachtmoedig is. Hoe heet dat? Zachtmoedig. Wie huist het af Duits? Sanftmütig. Zelfmoedig. Sanftmütig. Zachtmoedig, gelijk dat je zegt in Vlaams. Dat is sanftmütig. Ja. Ja, met een zachte karakter. Ja? Ja. Precies. Oké, jij mag de eerste voorlezen. Je ziet het nu in beeld, toch? Je kan Ja. Maar voordat ik het voorlees, ik heb de King James hier voor mij, fysiek. Ik lees er altijd uit mijn Red Letter Bible, als je dat niet stoort. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, wil ik je
eventjes een keer nog iets zeggen. Daar ben ik vandaag per tussen Anhalingstekens Zufall opgestoten. Es ist ein Engelsgesächte. Ja? Ja. Ja. When thou findest honey, eat only so much as is sufficient for thee, lest, when thou art sated, thou vomit it. That is to say, do not inquire too closely into the divine words, because that leads to self-interpretation. Ja. Ja. Das, als je honing vindt, zegt dat spreekwoord, dan eet maar zoveel als genoeg is dat je voldoende gevuld bent. Ja. Want als je daar te veel van eet, dan moet je dat terug gaan uitspuwen. Ja, dan ga je braken. En dan ga je braken. Ja. En dat is in feite een parabel. En de Bijbel is ja vol met parabels. En Jezus spreekt altijd vol met parabels. Hm. Omdat er altijd schriftgeleerden en fariseers en sadduceers bij zijn. En die willen natuurlijk geen punt tot aanstoot geven, als hij te duidelijk spreekt. Dus Jezus spreekt op een andere manier met zijn apostelen, of disciples, of hoe zeg je dat, zijn volgers. Als hem alleen met hen is, maar dat is hier in de Bijbel zelfs niet genoteerd, dat hoeft ook niet. Hier hebben we alleen dat wat officieel is, maar die wisten heel goed, zoals in Engels zeggen, how the cookie crumbles. Ja? How the cook crumbles. How the cookie crumbles. Ja, yeah, that's the way the cookie crumbles. Yeah. Ja, dat is zo vallen de kruimels van de keks, van de cookie. Ja? Dat is gewoon zo. Ja? Je kunt geen keks eten zonder te kruimelen. Ne? En zo vallen ze. Daar is dus niks aan te veranderen. Dus dat gezicht over die honing, om dat eventjes af te ronden, want dat is ja nog altijd mijn inleiding. Doe dat. Dat is... Er is niks op tegen om de Bijbel te lezen en om veel die Bijbel te lezen. En ook niet, er is ook niks mis mee om de Bijbel, als wij dat hier nu doen, te analyseren. Maar overdrijf daar niet mee. Zoek er ook niet te veel achter. Want anders, als je dat te zeer doet, dan komt er zoiets uit van, en die heeft een boek geschreven over dit, en die heeft een boek geschreven over dat. Daar wordt de Bijbel in verschillende boeken, bij wijze van spreken, geanalyseerd. Ja. Met deze boeken kun je een hele bibliotheek gaan vullen, waar de oplossing, en dat is eigenlijk waar het over gaat, heel simpel in je hand ligt. Dat ene boek, de Bijbel, is de oplossing. Ja. En je moet het niet te diep analyseren om je... Nee, je moet de Bijbel toepassen. Om je in wetenschap te leiden dat je anders niet hebt. Den punt is, ene keer je de Bijbel vastneemt, dan gaat de Heilige Geest u daarin steunen om dat verstand daarin te gaan hebben. Als je iets niet verstaat, lees dan verder. Lees de Bijbel nog eens en nog eens en nog eens. Er zijn mensen die hebben ze 30 keer gelezen, verstaan ze nog altijd niet. Maar ontdekken elke keer terug dingen die daarmee samenhangen, die belangrijk zijn. Oké? Okay? Dat was het enige wat ik eventjes nog een keer wilde zeggen. Voor we beginnen hier aan de eerste... Kapitelen in Matthäus. Ja? Ik heb mijn Nederlandse versie hier. Ja, oké, dat is goed. Ik lees alleen maar de King James, dus... Maar gaan we gewoon lekker vergelijken, net als vorige keer. Ja. Dus in kapitel 7, Matthäus, dus de 70ste week van Daniel, lezen we hier live, staat er, en dat is Jezus die spreekt, judge not, that ye be not judged. Yep. For with what judgment ye judge, ye shall be judged. And with what measure ye meet, it shall be measured to you again. Nu, dit is al een heel schoon begin van Matthäus 7. Prachtig, hè? Prachtig. En dat is spijtig genoeg ook iets waar heel veel misdrijf mee gedreven wordt op deze wereld. Ja, maar je mag toch niet oordelen? Jörg, hoe komde jij daarbij om de paus als antichrist te veroordelen? Ja, wat gek, hè? Hij heeft zo'n mooie hoed. Hoe kan je iemand met zo'n mooie hoed veroordelen? Je mag... Gatewaarder. Ik maak een wietse. Ja, je mag toch niet veroordelen. Het staat geschreven in Matthäus 7. Nu... Da ist ein Verschil, auf dass ich jemand verurteile, die von der Lichaam von Christus ist, auf dass ich jemand verurteile, die nicht von der Lichaam von Christus ist.
verder, weiter. Als ik dus een broeder in Christus ga, bij wijze van spreken, veroordelen, dan moet ik natuurlijk ook die maatstaf nemen met die ik zelf gemeten word, namelijk het woord van God. Maar een broeder van Christus veroordelen, zal ik beter niet gaan doen, want dat is niet mijn job. Dat is meer de job van Christus zelf. Maar op fouten wijzen moet ik kunnen doen. Maar iemand die niet tot het lichaam van Christus behoort, die mag ik wel veroordelen. En pas op, ik ga je een keer zeggen wat veel mensen niet lezen. Ze lezen dus Matthäus 7, vers 1 en 2. Maar wat ze niet lezen is 1 Korinther kapitel 6, vers 3. Die kan ik er ook bij pakken. Laten we gewoon stilstaan bij Matthäus hoofdstuk 7, vers 1. Oordeel, ik zal het even in het Nederlands voorlezen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Dubbele punt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. Het klopt gewoon. Ja? En wij mogen gewoon zeggen tegen onze luisteraars, kijkeraars, wat hier aan klopt. Dit is onvermijdelijk. Hoe zeg je dat op zijn Duits? Maar dit is een waarheid als een steen. Onvermijdelijk. Ja. En wat ik dus, mijn invulling, dus mijn persoon, jij mag daarna je persoonlijke invulling geven. Wat ik dus vind, wat hier staat. Want je moet oordelen. Je hebt er geen keus in. Christus Jezus heeft gezegd, heb uw naaste lief en uw vijanden lief. Daarmee bedoelde hij twee verschillende hoedanigheden. En om te weten wie je naaste is en wie je vijand is, daar moet je voor oordelen. Dus oordelen moet. Je kan niet je vijand lief gaan hebben op dezelfde wijze als dat je je naaste lief hebt. Dus je moet oordelen. Maar je mag niet oordelen om jezelf vrij te spelen. Wie heißt het auf Deutsch? Vrij spelen? Om jezelf buiten spel te zetten. Want ik heb een oordeel, ik vind die slecht. En omdat ik dat oordeel heb, dat ik weet dat hij of zij slecht is, daarom ben ik vicarius Christus of zo. Dat mag niet. Je moet wel oordelen. Je moet wel weten wie er een neger is, wie er een Antilliaan is, wie er een Belg is of een Hamburgse Belg die bij Leuven woont, zoals jij. Dat is een oordeel. Daar is helemaal niks mis mee. Maar je mag niet oordelen op die manier dat je jezelf boven het oordeel verheft. Want, dan leef ik even in het Nederlands voor. Want waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Je mag jezelf niet vrijspelen. Je mag wel een oordeel hebben. Je mag tegen iemand zeggen van je bent een piep, een of andere dinges of zo. Ja, dat mag wel. Dan weet je dat gewoon. Maar niet dat jij meer, en laat staan minder, want dat is ook nog een probleem. Dat komt ook denk ik in de Bijbel goed terug. Maar je mag je ook jezelf niet minder verklaren dan een ander. Maar ook niet meer. Dat is mijn hartekreet, Jurk. Ik doe dit niet voor niks, hè. Nee? Nu mag jij. Ja, sorry. Ik moet dus naar 1 Korinthers kapitel 6 gaan. Oké, dan ga ik even erbij pakken. Ja. Seconde. Doe maar. Ja. En ik zou, omwille van dat ik het niet graag heb, altijd maar één vers uit te halen. Ik zal de eerste, eerste vier verzen gaan lezen van 1 Korinther. Korinthiërs. Dat is het Nieuwe Testament. Ja. Dat is het boek na de Romeinen, hè? 1 Korinthiërs, oké. Ja. Welk hoofdstuk? Welk kapitel? Zes. Kapitel 6. Ja. Oké. Okay. We beginnen in vers 1. Yep. Dare any of you, that is Paulus speaking, Paul speaking, ja?
Oké, Paulus, dus, ja, Ja. dat is, die heette vroeger Saul, hè? Die heette daarvoor Saulus, ja. Nu noemt hem Paulus. Ja, precies. Dat was één van ons, hè? Gaan we Der, door. ja, een voormalige heide. Hij was een Sadduceer, hij was tegen Christus. Ik was ook een heide, maar Ja. iedereen is een heide. Ja, totdat je Dare vindt any wie. of you, having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints? Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? If then ye have judgments of things pertained to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. Nu het meest belangrijke vind ik hier vers 3. Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? En daarom heb ik daar juist gezegd, wij moeten een verschil maken, of dat we iemand veroordelen uit de lichaam van Christus, of ene die daar niet bij hoort. Want in vers 2 zegt hij: Do ye not know that the saints shall judge the world? Wie zijn de saints? Wie zijn de heiligen? Het zijn wij, die gelovigen, die de wetten van Christus volgen op deze aarde. Ja? Do ye not know that the saints shall judge the world? Dus wij zullen de wereld beoordelen en ik mag niet veroordelen. In Matthäus 6. Doch, 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 maar ik moet het juist verstaan. Het gaat verder om te zeggen: And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Dus met andere woorden, je mag de wereld veroordelen, maar de kleinste oneenigheden tussen jullie, daar ga je niet tussen komen, of wat? Oh, wacht eventjes hoor. Als de wereld beoordeeld wordt door jou, ben jij dan onwaardig om te oordelen over de kleinste zaken? Ik ga hem er even bij pakken. Doe maar. Op zijn Nederlands. Corinthiërs. Zet dat. Corinthiërs, ik heb hem hier. Corinthiërs. 6. 1 Corinthiërs. Ja, ik ben bezig. Eerste brief van Paulus, dan moet je eens 1. Oké. Okay. Dat is heel mooi om alle pauzes die wij laten vallen, hè, omdat ik aan het zoeken ben in mijn boek, mijn Bijbel. Zoals de Duitsers zeggen, weet je wel. Maar dat kost tijd, hè? Het kost gewoon tijd om te lezen. Jeppa. Dan heb ik hier Korintiërs 6 gevonden. En dan vers 3. Pak even de lamp erbij. Beter lezen mensen hun eigen Bijbel niet. Hè? Bijbel wel. Beter lezen mensen het zelf. Hè? Wij zijn alleen maar bodhisattva's om de mensen te leren dat ze kunnen lezen. Oké, hier staat in mijn Nederlandse vertaling: Weet gij niet, volgende pagina, dat wij over engelen oordelen zullen? Vraagteken. En dan? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? Alltäglich, hè? Alltäglich, is dat op het Duits, hè? Things that pertain to this life, alledaagse dingen in dit leven, ja. Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn. Dat is een moeilijke zin. Dat is de volgende. Ja, We ik weet dwalen het. af. Je wilt eigenlijk naar Matthäus 7, maar dit is ook mooi, hè? Nee, ja, natuurlijk, maar ik wil maar zeggen van, omdat wij beginnen in Matthäus 7 met Judge not that you be not judged, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye mete, it shall be measured to you again. En dan zegt Paulus in Korinthia,
Van, weet je niet dat wij zelfs de engelen zullen veroordelen? Ja. Wij gaan de engelen veroordelen en dan gaan we nog niet eens onszelf gaan veroordelen. Of ja, ja. Veroordelen. Judge ja. Is eigenlijk niet veroordelen. Zo Judge is, het, is eigenlijk recht spreken over, ja. Weet je? En het punt is natuurlijk van, kijk, dat is als waarschuwing voor. Maar over het algemeen is het ja zo, Perry. Wij christenen, die wij in Christus geloven, wij zoeken ja niet gerechtigheid door de wet. Wij zoeken de genade. De grace. Ja? Ja? Ja. Through grace you are saved. Ja. Ja? Zo is het. Wij willen zo niet de gerechtigheid, ja. Want voor de wet kan niemand van ons bestaan. Dan kunnen we nog zo goed ons best doen. We kunnen nooit niet de wet volvullen, gelijk Jezus dat gedaan heeft. Ja? Hij was de enige die zijn leven lang zonder zonde op deze aarde wandelde. Er was niemand voor hem en er zal niemand na hem komen ook niet. Hij komt terug. Het komt terug. Hij was het voorbeeld. En dat heeft een vuur. Christus Jezus heeft gezegd. Ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten. Ja, maar als hem terugkomt, Perry, en als wij dan bij hem zijn, en als we dan dat millennium hier regeren en al, dat is ja niet meer in onze nee, dat hoeft zondige, ook helemaal niet. Dat is dan niet meer in onze zondige lichamen, dan zijn we ja veranderd. Huh? Dat is weer een andere zaak, dat is weer een ander bijbelstuk dat we moeten gaan lezen. Maar het punt is, in het vlees, was Jezus de enige die ooit op deze aarde gewandeld heeft, En zonder zonde gebleven is. Ja. Ja. En wij zijn allemaal zondenaars. Ja? Zondaars, ja. Of zondaars, ja. Maar dus, als wij gaan oordelen, dan moeten we oordelen met het woord van God. Want, zoals hem zegt, waar jij mee oordeelt, met datzelfde zulde jij beoordeeld worden ook. Dus als ik de maatstaf aanhaal van de wetten van God, dan worden ook de wetten van God op mij toegepast, want daar heb ik geen probleem mee. Dat probleem is, en daarom zegt hem dat zo, dat in deze aarde voornamelijk die mensen rechten of recht spreken uit hun eigen verstand. God heeft in ene keer de wet geschreven en heeft die op twee tafels van steen met zijn eigen vinger opgeschreven, voorkant en achterkant. Ja. 10 wetten. Ja. Kijk eens een keer vandaag de dag hoeveel wetten dat je alleen maar in Nederland hebt. En kijk dan eens, of begint al gewoon met uw gemeentebestuur. Kijk eens wat je daar hebt. En dan die stappen maar een keer naar boven. Ja? Die wetten worden altijd maar meer en meer en meer. Hoe corrupter een regering is, des te meer wetten moeten er zijn. Ja? Dat is heel logisch. Dat kan ook niet anders. Maar daar moet men zich uiteraard van bewust zijn. Jij en ik. Ik geloof jou, hè. Ik geloof in jou. Je bent een aardige man. Jij en ik geloven dat wij alleen maar af te rekenen hebben met onze Vader. Dat is de enige rekening die je hebt. Je gedraagt je maar een beetje. En al die wetten en al die in Nederland is in het Nederlandse wetboek staat ook nog geschreven: iedere Nederlander dient de wet te kennen. Maar dat kan helemaal niet. De 10 geboden kan je kennen. Dat mag je van een mens eisen, wat mij betreft. Als je de 10 geboden niet kent, ga maar weg. Ja? Maar de 10 geboden, er zijn er maar 10. Hè? De Bijbel is het makkelijkste wetboek dat er is. En de wetboeken die ze ons geven, die zijn zo dik. Even voor de luisteraars, maar Jurk en ik hebben nu geen ruzie of zo. Ik weet dat al lang. Maar als je dus aangeklaagd wordt, heb je een advocaat nodig om jou te verdedigen. Die man moet ook nog een diploma hebben. En dat gaat nergens over. Dat is alleen maar een spiel, af het Duitse. Dat is alleen maar een spel. Hier in de Bijbel, daar staat waar het over gaat. Nu mag jij verder. Ja. Ik heb daar eigenlijk niet meer veel op toe te voegen. We kunnen eens verder lezen in Matthäus 7. Oké, okay, ik ga hem even terughalen. Het wordt weer zeer interessant. Ja, je staat nog op Corinthiërs hier, maar... Want dit is een mooie. Ja, maar ik hoop maar dat nummer 3.
Dit is mijn favoriet. Dit is mijn favoriet. Ja. Lees hem voor. Ik hoop maar dat wat we juist besproken hebben, bij de mensen ook eens een beetje inzinkt en dat ze dat begrijpen. Ja, ja. En dat het vooral daarmee te doen is van wat het verschil is tussen de lichaam van Christus en die er daarbuiten staan. De paus mag ik veroordelen zoveel als ik wil, want hij staat buiten het lichaam van Christus. Hij zegt wel dat hij daar deel van is, maar die Christus in die de paus gelooft, is niet de Christus in die ik geloof. Ik geloof in die Jezus Christus, de schepper van deze aarde, die alles gemaakt heeft, zoals het in Johannes staat. Alles wat gemaakt werd, werd door hem gemaakt en er is niets wat gemaakt werd, wat niet door hem gemaakt werd. Ja. Ja? In hem geloof ik. En hij is mijn redder. Of hoe zegt men dat in Vlaams? Ja, redder. Hij redder, is mijn redder. Niet de paus. Nee. En de paus leert een andere paus. Christus. De Christus die de paus leert, is de Tammuz uit Babylon. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Maar daarom is het dus een verschil of dat ik binnen de lichaam van Christus, dus binnen de gemeente, binnen de broers en zussen, die in de gemeente zijn van Christus, die onder waarheid, onder de noemer van de waarheid in eenheid in Christus beelden, ja, dat is het lichaam van Christus, of dat ik onder die mensen oordeel, of dat ik buiten deze gemeenschap oordeel. Oké. Okay. Ik wil alleen dat nummer drie, het nummer drie is was voor de luisteraars. Dus, ja. En anders dan schieten ze maar op. Matthäus 7 en dan vers 3. And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eyes? Ja. Dus waarom, ik kan dat alleen maar in Duits zeggen, ne? Warum achtest du nicht auf den Splitter in deinem eigenen Auge, aber siehst den siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Mhm. Oder vor deinem eigenen Auge. Ich weiß nicht, wie jeder den Flaum sagt. Splinter wahrscheinlich. Ich sitze da einfach zu lesen in mein Nederlands. Ich sitze gut. Ich bin bei Corinthians, oh sorry. Ja, ja, je moet terug naar Matthäus. Ja, terug. Ja, ja, ja. Je hebt mij in verwarring gebracht. Ja, sorry, hè. Ik vond dat met maar die dat maakt, nee, dat maakt niet uit. En die mensen die luisteren maar een keer naar ons. Ze hebben maar een keer respect voor het feit dat het tijd kost om kennis tot je te nemen. Hier staat in het Nederlands. Vers 3. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niets. Mm-hmm. Ach man, mijn hart moet ervan huilen. Het is heel erg mooi dat de Heere dit heeft laten opschrijven. Ja. Daar mag je dankbaar voor zijn. Hè? Ja. Want dat is gewoon heel veel. Heel veel mensen die dat heet Sigmund Freud. Die ken je vast wel, hè? Die psycholoog. Die sprak van psychiater of zo. En die sprak van projectie. Wist en daar heeft trouwens die andere, zijn tijdgenoot, die heette. die tijdgenoot van Sigmund Freud, hoe heet het? Maar die zei dus ook: want hoe je zelf denkt, dat projecteer je op je omgeving. Dus je bent zelf stout geweest. En dan denk je: al die andere mensen zijn ook stout. Dat gaat hem niet worden. Dat is Belgisch-Nederlands wat ik net zei. Dat gaat hem niet worden. Dat kan niet. Je moet je bewust zijn van je eigen ding. Iedereen heeft zelf af te rekenen met de Heere Heere. En niet via een of andere priester met een aflaat of een indulgency of zo. Want ik heb alles betaald. Dat slaat nergens op. Zo is het toch. Oké, je mag de volgende pakken. Ja, wat hem hier zegt is in feite hetzelfde gelijk in een latere deel in deze evangelie. Is dat nu in Matthäus of in een van die andere boeken, dat speelt geen rol. Waar het over gaat, over die vrouw die dus overspel gepleegd heeft. En dat hem zegt van de eerste die zonder zonden is, die werpen de eerste steen. Ja. Dat is exact hetzelfde. Die mensen zien altijd graag de fouten in een ander en nooit eerst bij zichzelf. Absoluut. En waarom zien ze de fouten bij zichzelf niet, Perry? Omwille van dat de mensen niet zich
Ja, ik weet nu niet hoe dat ik dat woord. Ik kan dat in Nederlands niet zeggen, want dat is. Ik zal je vertellen. They have to humble themselves. Humble. Be meek. Ja. And humble. That is not weak, but meek and humble. Ze moeten zich. Ja, in Nederland zal ik zeggen vernederen, maar vernederen is niet het juiste woord. Maar verkleinen, ze moeten zichzelf verminderen. Ik weet niet, jij kunt het beter vertalen. Humble, dat is eigenlijk de juiste Engelse vertaling. Je moet je bewust zijn van het feit dat ook, even tegen de luisteraars, maar Jurk Liesman, die wordt hopelijk 80, ik word ook hopelijk 80. En we zijn 2000 jaar voorbij de geboorte van Christus Jezus. Dus hoeveel kunnen wij voorstellen? Nu mag jij weer. Ja. En dat is dus heel belangrijk voor de mensen om te doen. Nu, een ander punt. Jij haalde daar juist Sigmund Freud aan. Hm. Ik ben verleden week zo even hiernaast een boekje beginnen gaan te lezen. Dat noemt Propaganda. Hm. Dat is geschreven van Edward L. Bernays. Hm. Weet je dat die een neef was van Sigmund Freud? Ja. Ja, ik wist dat niet. Ik heb dat geleerd als ik een beetje nagekeken heb. Oké. Vond ik alleen maar eventjes een keer interessant. Dat boek Propaganda van Edward L. Bernays als PDF beschikbaar op het internet. 153 bladzijden van 1928. Mm. Is zeker een boek dat ik de mensen aanraad om eens een keer te gaan lezen. En vandaag de dag mocht je natuurlijk Propaganda niet meer zeggen. Ja, dan zegt de Public Relations. Hè. Of ze gaat, ja. Of zoiets, ja. Om politiek correct te zijn, hè, bij wijze van spreken. Maar goed, wij gaan verder in Matthäus 7, vers 4. Or how wilt thou say to thy brother, let me pull out the mote out of thine eye, and behold, a beam is in thine own eye. Ja? Yes. Dus je kunt natuurlijk moeilijk je broer op zijn fouten wijzen, als lang als je zelf in de fout begaan. Fout zijt. Ik vind, ja, maar als ik even persoonlijk, hè, want de Bijbel spreekt ook naar mij, ja. Ik vind echt dat ik niemand in mijn omgeving mag veroordelen. Ik mag wel zeggen dat de moeder van mijn kind heeft niet alles fijn gedaan. Ik vind het gewoon niet goed. Ja? Dat is gewoon mijn oordeel. Ja? Ik veroordeel haar niet. Zij is mijn zus. Ja? Ik kan haar niet repareren of repareren of zo. Ik kan alleen maar zelf zonder fouten zijn. En misschien komt het dan goed. Maar niet lopen, als Amsterdamse, Jiddische, niet lopen eikelen. Niet lopen zeuren. Dat is een hele goeie. Ik vind het zo geweldig. Wil je verder gaan met vers 5? Ja. Thou hypocrite, first cast out the beam of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Oké, deze wil ik in het Nederlands erbij doen. Even kijken. Nummer 5. Huigelaar. Doe eerst de balk uit uw oog weg. Dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen. Dat klopt toch ook? Ja, dus al die mensen die beweren van dit en dat en zus en zo. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Ik heb met dat internet gebeuren. Heb ik ook van die Amerikaanse priesters gezien. Die zitten daar een beetje met een mooie pakje en zo'n stropdas. En het kletst maar weg. En dan denk je, waar ben je mee bezig, jongen? Het gaat toch om je naasten? Jij geeft toch ook om je naasten, hè? De mensen die je gewoon direct in je omgeving hebt. Ja. En eerst ga je je eigen dingen. En dan, als je de balk, want als je een splinter in je eigen oog hebt, dan lijkt dat een balk. Omdat die splinter heel dichtbij zit, hè? Maar als je die eruit haalt, die balk dus, die voor jou een balk was, dan kan je een ander helpen. Maar niet voor die tijd. Ga maar door.
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn again and rend you. Dit vind ik nu persoonlijk een van de meest belangrijke zinnen uit het hele kapitel. Waarom? Jezus roept ons op om het evangelie in de wereld te verspreiden. Ja? Ja. Dat wil zeggen dat wij het, de kennis van het evangelie naar die mensen moeten brengen die het nog niet kennen. Ja, klopt. Oké. Op een andere plaats in de Bijbel wordt hij nog duidelijker en zegt hem van, probeer het ene keer, dan probeer het nog een keer. En als dat nog altijd niet lukt, dan pak je je spullen, ga uit het huis, klop je voeten af aan de deurstep, dat de stof van het huis eraf valt en ga verder tot de volgende. Dat heeft heel veel te doen met wat we hier juist gelezen hebben. Want hij zegt, geef niet dat wat heilig is aan de honden. En honden zijn ongelovigen. Zijn de heathen, de gentiles. Of zoals de Joden, zoals de Joden vaak noemen, de goyim, bij wijze van spreken. De goyim, ja, goyim. Ik hou niet van die uitdrukking, want dat komt uit de Kabbalah en komt uit de Talmud en uit Babylon. Maar Jezus spreekt hier van de honden. En daar is nog een andere plaats in de Bijbel waar hij met een heidense vrouw spreekt en die zegt van ja, maar eten de honden dan niet de kruimels die de meeste van de tafel laat vallen? Aha. En hij geneest daarop haar dochter, hè? Op een andere plaats in het Nieuwe Testament. Nee, maar wat een goed verhaal. Die moeten we ook nog gaan doen. Hè? Ja, ja. Ik zou bijna zeggen, even tussendoor. Hè? Maar je hebt dat Duitse woord geil. Ja. Je hebt het Nederlandse woord geil. Hè? En dat is, nou, ik vind het gewoon geil wat je zei. Geel. Duidelijk overkomend. Laat ik het zo maar zeggen. Oké. Okay. Ga maar door. Dus, zal ik het in het Nederlands even doen? Oh, ja. Ja, maar ik ben nog in Nederlands juist aan het uitleggen voor een moment. Maar als je wilt, mocht je natuurlijk ook in Nederlands voorlezen. Maar ik zal toch eventjes... Ja, even van mijn Bijbel, hè. Ja. Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parelen niet voor de zwijnen. Honden en zwijnen, zouden die... Ja. Dogs en swine, oké. Okay. Opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, comma, zich omkerende u verscheuren. Want dat gebeurt er. Ja, als dus je, mag ik... als je infidels, ja, kom maar. Ja, want dat was de punt waar ik naartoe wilde, hè? Want dat je het leest is fijn, maar ik wilde eerst eens een keer mijn zegsje gaan doen. En dan mocht ik zeker jouw zegsje gaan doen, Perry, maar ik heb je ook mijn gedachten daarover als ik het in Engels moet voorlezen. Kom maar. Houd interessant. Ja. Dus, dat wat heilig is, geeft dat niet aan de honden. Wat is heilig? Het woord van God. Ja. Dus het evangelium. Ja. En smijt niet je parels voor de zwijnen. Dat is hetzelfde. Dus geef niet je argumenten, je goede argumenten over het evangelie, geef dat niet aan de varkens of aan de zwijnen, want die gaan erop trampelen, want die kan het niet schelen of dat je dat hun geeft of niet, die trampelen daar gewoon neer. En niet alleen dat, ze draaien zich dan ook nog om en vallen u aan. Ja. En dat is wat je vaak meemaakt als je een atheïst of een katholiek probeert, tussen aanhalingstekens, te bekeren. Als je met zo'n mensen de waarheid spreekt, die gaan u attackeren, die gaan u aanvallen, ze gaan u zelfs vervolgen. Denk maar aan de, Inquisitie. I know. Ja? Het leuke is, ik zat weer eens in de kroeg, hè? Dat doe ik altijd namelijk. En dan zat ik op het terras en dan zat er naast mij een atheïst, zelfverklaard atheïst. En mijn schaakvriend, en die is satanist. Denk jij dat ik van mijn stoel afgevallen ben? Of denk jij dat ik enorm leuk gelachen heb? Want ik maal ze allemaal onderuit. Iedere, een atheïst of een satanist, maakt me niet uit, maar dat is dus een gelovige. Die gelooft nog ergens in.
Dan ben je aan mijn kant. Je moet gewoon zelf zeggen, Mohammedanen, bijvoorbeeld. Ik heb helemaal nooit moeite met Mohammedanen. Ik kost er maar één, ik doe gewoon die jij mij geleerd hebt. Proverbs 15 vers 1. Spreuken hoofdstuk 15, eerste vers. Een zacht woord vermindert wrath, hè? Ja. Wrok. Een zacht woord vermindert wrok. Ik hoef dat alleen maar te zeggen. En al die idioten die vallen onderuit. En ik ben daar zuinig mee. Want ik heb trouwens nooit last gehad van het feit dat ik mijn christen zijn. Heb ik nooit last mee gehad eigenlijk. A soft answer turns the way of wrath, but grievous words stir up anger. Yep, en die andere kant werkt ook, ja. Ja, natuurlijk. The tongue of the wise useth knowledge or right, but the mouth of fools poureth out foolishness. Dat is dus mij, Spreuken kapitel 15 vers 1. Het enige waar ik moeite mee heb, die ik lastig vind, dat zijn mensen die nog atheïst zijn, die zijn ook geen nihilist, die zijn helemaal niks. Die zijn een soort van wereldburger van McDonald's burger eten. Laat me Nick hier zo zeggen, ik eet een burger en ik besta. Ook al geloof je niks, geloof je toch daarin dat je niks gelooft. Goed zo. Dus je gelooft altijd nu, in iets, hè? En nu gebruik je mooie stem om nummer 7, vers 7. En over die satanist terug te komen, ja, ik denk het tweede, dat je daar goed geamuseerd heeft. En met een satanist kan men uiteraard goed spreken, want een satanist bidt de duivel aan. En die weet, als hij de duivel aanbidt, dan weet je maar ook dat er nog een andere kant is. En dus, I know how. En dus met die, ik zeg dat tegen, weet ik toch. Ik zeg dat tegen je luisteraars, Perry. Oh, ja, zeg dat tegen je luisteraars. Dus met een satanist kun je in feite goed klappen. Zeker. Want die weet tenminste waarover het gaat. Ja. Die andere heeft meestal geen benul. En er is ook het evangelie. Even tegen de luisteraars. Niet tegen jou, Jörg Gliesman. Even tegen de luisteraars. Evangelie, dat is een Grieks woord. Evan, dat betekent goed. En gelie betekent boodschap. Of vriendelijke boodschap, goede boodschap. Dat is het evangelie. En nu mag jij het woord overnemen met vers 7. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Ja. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Ja. Die twee hangen zo goed samen, die moet men bijeen gaan lezen. Ja. Dus vraag en je wordt gegeven. Zoek en je zult vinden. Klop aan en er wordt geopend voor u. Ja. Want iedereen die zal vragen, zal ontvangen. Hij die zoekt, zal vinden. En hij die gaat kloppen, voor hem wordt geopend. Zo ga ik dat eventjes een keer in mijn amateuristisch Nederlands. Ja, mooi. Dan pak ik even mijn Nederlandse Bijbelgenootschap. pak er even bij, de officiële vertaling. Ten punt is dat God niemand niet afwijst. En in een andere plaats in de Bijbel staat daarin dat iedereen die de Vader selecteert, die hij naar Jezus stuurt, als Jezus dan aan de deur staat en klopt, ja, dan moet hij alleen nog maar open doen. En dan krijgt hij volledig voor niks. Echt voor niks. Je moet daar geen cent voor betalen. Krijgt jij het eeuwige leven. Gewoon cadeau. Uit dat de genade van de Heer. Onze lichamen gaan dood. Dat is waar. Maar voor de rest niet natuurlijk. Hè? Want ik ben iemand en jij bent iemand. Maar wij gaan niet dood. Ben jij gek? Onze lichamen gaan dood. En dan maar afrekenen. In het Nederlands staat hier, vers 7, bid, dus in plaats van ask, hebben ze hier gezegd, bid. Bid en u zal gegeven worden. Punt, komma. Ja, die staat er ook, ja? Mm-hmm. Zoekt en gij zult vinden. Punt, komma. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder
die bidt, dat is vragen. Ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. Hem zal open gedaan worden. Of, nu ga ik te ver door. Dan was mijn vertaling al zo slecht nog niet. Nee, dat is juist. Oké, jongen. Ga ik even door in het Nederlands. Dus, ik maak een fout. Ja, slechts 9 dan, hè? Ja, ik ben er bijna. In het midden mooi zetten. En wie klopt zal opgedaan worden? Of welk mens onder u zal als zijn zoon hem... Oh, die vind ik mooi. Als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven. Oh, dit is het woord wat ik opgeschreven zou willen hebben, maar dat kon niet. Want ik ben pas geboren in 1959. Maar dit is mijn woord. Want hoezo zou je, als je zoon vraagt om brood, dat je hem een steen geeft? Het is onderscheid. Ik heb geen ruzie met jou, maar het is belangrijk dat jij en ik goed beseffen dat jij en ik het erover eens zijn. Je hebt gewoon wit en zwart en daartussen zitten 50 tinten grijs of zo. En dan heb ik hem. Dat mag je niet zeggen, maar op zijn Amsterdam zeg je. Ik heb er een pokkenhekel aan. Die 50 tinten grijs, Perry, zijn alleen maar compromis. En ik sluit geen compromis als het over het woord van God gaat. Exactamente. Heel goed gezegd, Herr Klisman. We laten even een pauze vallen. Dat de mensen even kunnen nadenken. Dit is de effing, mag je zeggen, toch? Dat is niet zo beledigend, hè? Maar dit is de effing waarheid. En je mag gewoon zien dat als iemand zijn kind die vraagt om een brood en hij geeft hem een steen, dat die man of die moeder, die klopt niet. Dat is een vijand. We spreken hier over de vader, Perry. Niet de moeder, we spreken hier over de vader. Want er is een parallel natuurlijk. Corrigeer maar. Er is een parallel natuurlijk met de vader in de hemel. En daar spreken we niet over een moeder. Hè? Mm-hmm. Daar is geen moeder. De New Agers zullen natuurlijk disagreeën, want die zeggen van daar is moeder aarde. Hè? Ja, dat is New Age. De aarde is niks anders als een deel van de schepping. En je moet niet de schepping aanbidden, maar hem die het geschept heeft. De schepper. Geschopt. Ja, geschopt is wat anders. Dat is kicken, hè? Als ik je een schop geef... Nou, volgens mij op z'n Duits is scheppen... Schaffen. Schaffen. Ja, der is geschaffen had. Oh, niet geschoffen. Nee, niet geschropt. Nee. Geschaffen. Okay. En dan leer ik weer. Dus hier gaat het over de relatie tussen zoon en vader. Want als mijn zoon mij brood vraagt, geef ik hem toch geen steen. Maar als ik aan mijn hemelse vader verlichting, wijsheid. Verlichting is verkeerd woord natuurlijk. Wijsheid vraag. Of dingen vraag. Dan geeft mijn vader mij toch ook dat wat ik hem vraag. En dus geen steen. Ja, mijn hemelse vader. Over die relatie gaat het. Maar we hebben natuurlijk eerst die relatie hier op aarde. Of als hij u een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Ja. Nee, hè? Als mijn zoon mij een vis vraagt, dan zal ik hem een vis geven. En geen slang. Ja. En op vers 11 gaan we verder. If ye then being evil... know how to give good gifts unto your children. How much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Ja. Als jij dan die duivels bent, die slecht is, weet hoe dat je goede dingen aan je kinderen kunt geven, hoeveel meer zal je Vader die in de hemel is, u de goede dingen geven als je hem daarvoor vraagt.
Want hij is goed, wij zijn slecht. Wij zijn geboren in overtreding en zonde. En wij zijn niks anders als zondenaars en slechte mensen, die alleen maar goed kunnen worden door het woord van Jezus Christus aan te nemen. Yep. En dan vooral niet lid worden van een vrijmetselarij, want dat kost je €330 in de maand. En dat is instaptarief. De Bijbel kan je gewoon gratis... Ja, mensen kunnen gewoon gratis naar ons luisteren. Maar nu een vraag aan jou. Want dit heb ik voorbereid ook. Hè? Mm-hmm. Vanmiddag heb ik het doorgegeven. Maar hier staat... Your father which is in heaven. Mm-hmm. Dus niet who... Ja, vreemd hè. Dat is mij ook wel opgevallen. Ik ga even kijken bij mijn Nederlandse vertaling. Ik denk de Nederlandse vertaling zal zeggen de welke. Even kijken, hier staat, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen, ja, dat is wel mooi hoor, Nederland. Ze laten het dus gevoel zeggen. Ja, want het is geen hoe of which of zo, maar uw vader... Uw vader met een hoofdletter V in de hemelen het goede geven aan hen die hem met een hoofdletter H daarom bidden. Vragen. Hè? Dus dat klopt helemaal. Ja, als je in Duits in de Schlachterbibel staat daarin, wenn nun ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Ja. Dus dat is vertaald, hoeveel meer zal uw vader in de hemel diegenen goede dingen geven die hem bidden? Ja. Ik heb twee zorgen in deze wereld. Dat is mijn voortbestaan met mijn software en mijn project. En het andere is mijn kind. Dus als mijn kind Nina heet ze, ook maar iets vraagt, dan ga ik daar antwoord aan geven. Dat interesseert mij, want zij is kleiner, jonger dan ik. Ik heb alleen maar te vervullen zoals ik wil dat mijn vader mijn leven vervult. Dus ik zorg voor mijn kind op die wijze dat ik wil dat mijn vader voor mij zorgt. Ik ben een soort doorgever. Ah, zo, je leeft dus naar de motto wat Jezus gezegd heeft van hou van je buur als van jezelf. En wat jij niet wilt wat een ander aan jou doet, dat doet hij ook niet doen. Ja, precies, ja. Ah, ja, maar als je zo... Want anders krijg ik ruzie met mijn pa. Ja. En daar heb ik geen zin in. Dat is juist. Ja. Dat is juist. Alles om me heen, voor zover het mensen zijn... En ik heb momenteel een pitbull terrier in mijn huis. Maar met dat hondje kan ik ook omgaan. Maar als het een mens is, dan ga ik opletten. Maar met een pitbull terrier, ja, die weet je, dat is niet zo moeilijk. Dat is een hondje. Maar een mens. Ha! Zorg maar eens voor een mens. En dan vooral voor een mens die klein is. Ik heb juist vandaag de 25e lezing gedaan of zo in The History of the Inquisition. Mm-hmm. En daar stond toch daadwerkelijk in dat zelfs de beesten nog niet zo vies zijn tegen de mensen als sommige, tussen aanhalingstekens, christenen met hun gelijken omgaan. Ja. Yep. Stond daarin, vandaag. Je brengt het juist ter sprake met die pitbull. Ik kan daarmee omgaan. En in dat boek staat geschreven... Omgaan, the ja. Beasts are not as cruel with men as Christians are with their brethren. Stond er zo in dat boek daarin. En dat is zo Christians? Waar. Beesten zijn op zich niet... wat is cruel in Vlaams? Vreed. Ja, die zijn niet vreed. Er is geen vreed beest, dat bestaat niet. Een beest heeft geen plezier aan iemand te verminken of kapot te doen of zo.
Een beest gaat op jacht als het in zijn instinct ligt, als hem dat nodig heeft voor te overleven. En voor de rest is een beest lief. Een pitbull terrier, Perry, die jij daar juist in huis hebt, zijn veel mensen die hebben daar schrik voor. Aber ik heb daar alleen maar schrik voor omwille van dat ik niet weet hoe dat die mens is die die pitbull opgevoed heeft. Want zoals de mens is, dat weerspiegelt zich in het beest. En daar zijn veel mensen die verminken een pitbull van begin dat ze leven tot het einde van hun leven. Want een pitbull is niet kwaad geboren en kan een heel lief dier zijn. Pitbulls zijn hele aardige honden. Zijn hele aardige honden. Als ze in de juiste handen zijn. Want het zijn de mensen die van de pitbulls vechtdieren maken, of vechtbeesten maken en alles erop en eraan. Dat is niet de natuur van de hond zelf. Die pitbull hier, dat was zo. We gaan afsluiten. Wat de afronding. Oh ja, nu al? Nou ja, het zit tegen het uur aan. Oh, oh dat ging wel rap, hè? Ja, dat gaat rap, hè? Ja. Maar ik heb het met Elvia afgesproken. Ik ga jouw hond niet uitlaten. Je mag die kamer hebben, geen probleem. Je kind meenemen, pitbull meenemen. Ik ga je hond niet uitlaten. Nee, moet je ook niet doen, want die mens, die hond heeft een betrekkingspersoon nodig. Had ik beter niet kunnen zeggen, want uiteindelijk liep het erop uit dat ik dat dus wel moest doen. Aha. Ja. En toen dacht ik, oké. De hond moest schijten, hè? Mm-hmm. Poepen. Ja. Oké, een mooie wandeling. En dan ging ik langs de Rijn lopen. Een Rijn, de kent ze die rivier. Ja. In Duitsland hebben we diezelfde rivier, ken die wel. Ja, dat is de Eindlach. Ja, precies. Ik ging langs de Rijn. En als ik dat in mijn eentje had gedaan, gewoon om langs de Rijn te lopen, dan, want er zitten allemaal van die mokrootjes. Ik weet niet of je dat woord kent. Ja, ik weet wat je bedoelt. Holtkraagjes, weet je ook. Buurtenlaanders of zo. En die hebben dan een leaseauto. En die gaan dan een gezellig avondje uit. En dan parkeren ze hun auto. Want die mag je gewoon eventjes staan. En dan gaan ze met een iPhone gaan ze gezellige dingen doen op de WhatsApp. Die zitten er allemaal, hè. Als je daar als man van mijn leeftijd langskomt lopen, dan gaan ze allemaal brullen. Hey, homo, wil je homoseks? Dus dat kan ik niet doen. Met die pitbull was er gewoon geen enkel probleem. Ik had gewoon een pitbull bij me. En dan zeiken ze niet. Ik vond het een mooie ervaring. Dus sommige dingen ik heb dus tegen 11 jaar gezegd, ik wil je hond niet uitlaten. En dat heb ik dus wel gedaan. En dat was toch een mooie ervaring. Dat is het zo'n beetje. Dat is wat ik belangrijk vind. Dat je alles wat je hebt, en jij bent ook zo, Jurk. Alles wat je hebt. Ook mensen die aan mij vragen, mag ik een checkje van u draaien? Dan zeg ik, ja, het mag als ik nog tabak heb. Als ik geen tabak meer heb, dan mag je geen checkje meer van me draaien. Als ik wat te geven heb, heb ik iets te geven. Oh, nou, rond de maf. Ja, doe maar, hè. Ik bedoel, ik heb niet meer veel te zeggen, hè. We gaan volgende keer verder, zeker, hè, met Matthäus. Maar ja. Misschien nog eventjes, om het eventjes nog een keer duidelijk te maken, waarom dat ik in het begin al direct naar 1 Korintiërs gesprongen ben, 1 Korintherbrief kapitel 6. Daaraan zie je, dat is eigenlijk een paradevoorbeeld, een prachtig voorbeeld van hoe dat de Bijbel zichzelf uitlegt als men de verschillende boeken kent en dan hier iets uithaalt en daar iets uithaalt. Gelijk het in de Bijbel ook geschreven staat. Hè? Je moet precept upon precept tegen elkaar zetten. Hè? Dan verklaart de Bijbel zichzelf. Dan leert men daarvan. Dingen die in een ander boek geschreven staan zijn een herhaling heel vaak van. Ik bedoel, we hebben 4 evangelie van Jezus Christus. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar Jezus kwam maar 1 keer. Waarom hebben we dan 4 mensen die over hem schrijven? Omdat elk dat gedaan heeft uit een andere zicht. En niet zijn eigen zicht, maar een andere zicht die Heilige Geest hem ingegeven heeft. En elke keer wordt een andere kant van Jezus belicht. Maar er was maar 1 Jezus en toch zijn er 4 evangelieën over. Waarom?
Omdat Jesus sehr vielseitig war. Omdat er heel veel kanten had die hij kon leren. En achteraf zijn apostelen, en zeker Paulus, heeft dat ook gedaan. Ja, je wilt daar nog iets over zeggen? We moeten afronden. Ja, goed. Dank u aan de luisteraars voor te luisteren en te kijken. En volgende keer terug. En dat die luisteraars gewoon terugkomen. Wij hebben 2 hoofdstukken van Matthäus gedaan. Dat is alles. Ja. We moeten Marcus nog doen. We moeten Lucas nog doen. We moeten Johannes nog doen. En dan gaan ze het allemaal maar begrijpen. Ben je er nog? Ja. Oké. Maar dat is veel werk. Want ook over Rulers of Evil. We zitten toch in de eindtijd. Maar Rulers of Evil van Frederik Tupper-Saucy. Dat boek maakt duidelijk dat de antichrist gekomen is. Dat hij er al lang was. Ja, maar dat is in principe negatief. Liever lees ik gewoon de Evangelia. En dat mogen de luisteraars ook begrijpen. De luisteraars die kunnen ook, als wij een verzoek krijgen van wil je hoofdstuk 15 van Rulers of Evil nog een keer doen in het Nederlands, wil ik dat best doen. Op verzoek. De Bijbel, die lees ik voor. Voor niks. Dat is heel goed voor de mensen om te begrijpen. Daar wil ik alleen maar één ding even over zeggen, Perry. Kom maar. Daar moet ik één ding over zeggen. En dat is namelijk dat de Bijbel en zelfs de 4 evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die zitten allemaal vol met boodschappen over de antichrist. Je moet het alleen op de juiste manier lezen. Jezus, dat was toch duidelijk. Jezus waarschuwt voor de vijand. Ja, natuurlijk. En Paulus later in Romeinen, in Corinthians, in Thessalonikers, in Timotheus, in al die boeken die hij geschreven heeft, waarschuwt voor de antichrist. In feite kun je het op een korte manier zo samenvatten. In het Oude Testament wijst alles op het komen van Christus. En in het Nieuwe Testament wijst alles op het komen van de antichrist. Yep. En op het einde van het boek van de Revelatie, van de Openbaring. Heb je goed gezegd. Ja, op het einde van het boek van de Openbaring hebben we de clash waar die twee samenkomen. Waar de laatste grote oorlog gevoerd wordt. Ja. Maar je hebt dus verschillende profetieën in het Oude Testament die allemaal spreken over het komen van de Messias. En het hele Nieuwe Testament is vol met waarschuwingen van de afgevallen kerk. En die zijn leider, zijnde de paus, met zijn grappige viskop of hoed, zowel hoed als kop waarschijnlijk, daar in Rome, die in kleedjes rondloopt en bloedrode schoenen draagt. Vraag je maar af waarom de schoenen van de paus altijd rood zijn. Ik doe er niet mee. Maar waar ik nu naar hunkeren? Want dan gaan we de volgende keer doen. Vers 13. Nou ja, maar dat is de volgende keer. Over de brede weg en de smalle weg. Ja. Oh. The yellow brick road, zoals ze in Engels ook zeggen. Kende jij die van... Nu mag jij abschied nemen. Ja, ik heb die voor onze luisteraars. Bedankt aan de luisteraars en de kijkers om deze video te gaan bekijken. En te luisteren nadat wij... dat Perry en ik hier ongescript, onvoorbereid te zeggen hebben. Als we de Bijbel lezen, dan moet je niks voorbereiden. Dat is gelijk, wenn Matthäus 6 gezegd hebben. Als je gaat bidden, dan doe dat niet als de heiden. En bereid geen gebed voor en doe niet zinloze herhalingen. Maar spreek wat u op de leven ligt. Want de Vader weet sowieso wat dat je wil zeggen nog voordat je gezegd hebt. En daarom gaan we ook hier deze uitzingen in die scripten. En daarom is er af en toe eens een keer een minuut stilte daartussen. Ja, dan heb je ook eens een keer de tijd om daarover na te peinzen wat we juist gezegd hebben. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En op zijn Hamburgs zeg ik tschüss. Ja, dit is een hele mooie. En jullie moeten goed begrijpen dat wat wij doen, dat mening
heeft. Wij doen dit niet voor niets. Wij betalen er niet voor. Wij krijgen er geen geld voor. Wij doen dit niet voor niets. En op zijn hamburgers zeg ik net als Jörg Liesman, tjus en dag lievers.